Deze les gaat over procenten en promillages, bedoeld voor bedrijfseconomie, HAVO en VWO. We gaan het hebben over percentages en promillages. Daardoor leer je wat procent en promil betekenen. En je leert percentages en promillages berekenen met de verhoudingstabel, met een factor en met een deling. Tot slot leer je ook terugrekenen naar 100% of met meer dan 100% te rekenen. Als we nadenken over de betekenis van de woorden procent en promil, dan zien we dat ze zijn afgeleid van de Franse woorden, en vergeef mijn uitspraak, cent en mille. Dat betekent 100 en 1000. Laten we eens kijken. Dus procent en promil kunnen we eigenlijk opsplitsen in pro, cent en promille. Dus ja, per 100 en per 1000 staat er eigenlijk. En als we dat goed beseffen, dat procent per 100 betekent en promil per 1000, dan kunnen we het ook wat inhoud geven. Laten we het vierkant als voorbeeld gebruiken. Stel je nou eens voor, ik wil 1% van dit vierkant weten. Dan moet ik eigenlijk het vierkant in 100 gelijke stukken delen en dan 1 van die stukjes nemen. Dan heb ik 1%, 1 per 100. Het werkt voor 1000 net zo, iets grotere schaal. Stel je nou eens voor, ik heb 1000 gelijke vierkantjes en je mag ze natellen. Dan zeg ik eigenlijk, als ik 1 promiel wil weten, dat ik 1000ste hiervan wil weten. Dus 1 van die kleine hokjes. Nou, zo komen de woorden procent en promiel tot stand. Ik krijg ook meteen zin om ermee te rekenen, dus dat gaan we ook lekker doen. Eerst met de verhoudingstabel. Er zijn 3 verschillende manieren om mee te rekenen. En dit is misschien de meest uitgebreide manier. De verhoudingstabel. Voor we daarmee gaan rekenen, even de regel nog helder. 1% is altijd het geheel delen door 100. Dus 1/100ste van een geheel is altijd 1%. Dit is niet de berekening die we gaan doen, maar dit is altijd eventjes de basisregel van een percentage. De tabel ziet er zo uit. Er is een opgave, Thijs, die heeft 1200 flessen jus d'orange op voorraad. En één klant wil hier graag 30% van kopen. En nu vragen we ons af, ja, hoeveel procenten jus zijn dat nou? De regel van de verhoudingstabel is als volgt. Links onderin zetten we altijd de 100% neer. En vervolgens gaan we proberen de tabel in te vullen. Nou, welk getal hoort er bij 100%? 100% is alles, dat is het geheel. En het geheel van Thijs de fles is 1200 stuks, dus die komt daar te staan. We willen graag weten 30%, dus aan de procentenkant, de onderkant van de tabel, zetten we helemaal rechts in de hoek 30% neer. Vervolgens zegt de verhoudingstabel, we moeten zorgen dat we van 100 op een eerlijke manier bij 30 komen. En dat moeten we dan op de bovenkant nadoen als het ware. Nou, hoe komen we van 100 bij 30 terecht? We voegen eerst een stapje toe. We zeggen we zetten 1% in het midden. De plek waar de meeste gegevens staan, dat was nu de onderkant. Had net zo goed de bovenkant kunnen zijn. Daar komt een 1 in het midden. Nu komt hier onderop in het midden. Hoe komen wij van 100 bij 1 terecht? We delen door 100, dan komen we op 1%. Ja, en hoe komen we van 1% bij 30% terecht? We doen het keer 30. De regel is dus, wat onder is gebeurd, moet boven ook gebeuren. Dus we zeggen 1200 delen door 100 keer 30. Is 360 stuks. Dus blijkbaar is 30% van de flessen is 360 stuks. Promillages werken bijna hetzelfde. Hier was de hoofdregel was het geheel delen door 1000, dus 1 promiel. En let goed op, het promielteken lijkt op het procentteken, maar heeft een extra nulletje op de achterkant. En die geeft aan dat het 1 promiel is. Daar moet je een beetje scherp op zijn. Vooral als het klein gedrukt is, in een opdrachtenboek of op een toets, kan het nog wel eens op elkaar lijken. Dat was de hoofdregel. We gaan rekenen met dezelfde tabel. Rex die heeft een woonboot en die verzekert hij. Die woonboot is waard 340.000 euro en hij verzekert tegen een premie van 3 promiel van de waarde per jaar. Nu willen we graag weten hoeveel betaalt Rex per jaar aan premie. Pakken we dit er wel erbij. Ditmaal komt 1000 promiel in de onderhoek in plaats van 100%. En ook willen we weer een promillage weten, dus die komt rechts onder in de hoek. Hoeveel is die 1000 promiel? Dat is het geheel weer, hè? Dus dat is de woonbootwaarde. En dat promillage staat hier. Zelfde regel als eerst. We willen eerst naar 1 promiel nu rekenen. Dat doen we door het delen door 1000. En keer 3 te doen. Wat onder gebeurt, gebeurt boven ook. Delen door 1000 keer 3. En hij betaalt 1020 euro aan premie. Een andere manier van rekenen met procenten is met behulp van een factor. De regels zitten er bovenaan, die kunnen we altijd even onthouden. En we gaan nu die factor gebruiken om die percentages nog een keer te berekenen. Wat is een factor nou? Nou, we delen ons gewenste percentage of promillage door 100 of door 1000. En dan vinden we de factor. Met die factor kunnen we verder rekenen.
Ziet er als volgt uit. Zelfde opgave. Nu zeggen we dus, oké, de factor was het percentage delen door 100. Nou, ons percentage, ons gewenste percentage is 30%. Delen we door 100. En dan komen we uit op een factor van 0,3. Met die factor kunnen we rekenen. Want we kunnen nu zeggen, we nemen het geheel, alle flessen, keer de factor, moet dan zijn het deel. En dat is het deel dat wij willen weten. Namelijk het aantal flessen dat een klant wil kopen. 1200 keer 0,3 keer die factor komt uit op 360 flessen. Nou, dat klopt natuurlijk, want dat hebben we eerder ook al berekend. Dus dat is een andere tactiek om op hetzelfde antwoord uit te komen. Bij promillages werkt het net zo. We kunnen hier ook een factor van maken. Zelfde opgave weer. Hier moeten we promillage natuurlijk delen door 1000. Dus we willen 3 promil weten. Delen we door 1000. 3 delen door 1000 komt uit op 0,003. Dat is onze factor. En die factor vermenigvuldigen we met het totale bedrag, met het geheel. Dan komen we uit op 340.000 keer 0,003 is 1000 euro of 1020 euro. De laatste manier van rekenen met procenten is de deling. Als ik een bepaald deel van een geheel al weet, dan kan ik ook het percentage of promillage berekenen. En om het deel te berekenen, deel ik het deel door het geheel. Ik weet nu dat Donnie 180 van zijn 2400 euro spaargeld gebruikt om een speaker mee te kopen. En nu wil ik graag weten hoeveel procent is dit. Nou, we delen het deel, de 180, door het geheel. En dan vinden we het percentage. Dat komt als volgt uit. 180 delen door 2400 keer 100 is 7,5%. Kan het promillage net zo. Danique is 25 van haar 6250 followers kwijtgeraakt. En nu willen we graag weten welk promillage is dit. Nou, we delen het deel door het geheel keer 1000 in het geval van een promillage. 25 delen door 6250 keer 1000 is 4 promiel. Met zo'n verhoudingstabel waarmee we begonnen, kunnen we ook twee andere manieren van rekenen toepassen. We kunnen namelijk terug naar 100% rekenen als we het percentage al weten. Of we kunnen zelfs meer dan 100% berekenen. Laten we het even bekijken. Eerst gaan we terug naar 100% rekenen met de tabel. We zeggen nu de inkoopprijs van een fles van Thijs en Chaudrange is 75% van de verkoopprijs. En dat bedraagt 90 cent. Nu willen we graag weten wat is de verkoopprijs van een fles Chaudrange. Dus we weten nu eigenlijk alleen maar dat 90 cent bij 75% hoort. En nu willen we eigenlijk naar het geheel toe, de verkoopprijs. Nou, hoe doen we dat? Die woorden van de in onze tekst, die verraden wat de 100% is. Dus we zeggen nu van de verkoopprijs. Nou, hierna komt altijd de 100%. Dat is handig om te weten, want die 100% willen we naartoe rekenen. We zetten 100% links onder de tabel, want daar hoort hij. Maar we weten dit bedrag nog niet, daar gaan we juist heen rekenen. De bedragen of getallen die we wel weten zijn de 75% en de 90 cent die daarbij hoort. Nu kunnen we eigenlijk dezelfde stap doen als eerst, maar dan gaan we links afrekenen. Dus we willen van 75 nu naar 1 en dan naar 100. Dan doen we delen door 75 keer 100 en doen we aan de bovenkant natuurlijk ook. 90 delen door 75 keer 100. En dan blijkt de verkoopprijs uit te komen op 1,20 euro. Vervolgens is het een verkoopprijs, maar in de winkel moet er ook nog BTW worden betaald. Dus wat we gaan doen is, we gaan die verkoopprijs van 1,20 exclusief BTW verhogen met een BTW-percentage van 9% van de verkoopprijs. Ja, hier zien we weer die van de, hè, verraad 100%. We zeggen 100% is 1,20, want dat stond hier, van de verkoopprijs. En vervolgens zeggen we moeten de consumentenprijs berekenen. Dat is de verkoopprijs, 100%, plus BTW, 9%. Oftewel, we willen 9% weten. Sorry, 109%. We gaan weer naar 1. 100 delen door 100 is 1. Keer 109 is 109%. Dat doen we bovenop ook. En dan komen we uit op een consumentenprijs van 1,31 euro. Ook met behulp van een factor kunnen we terugrekenen naar de 100%. Of juist boven de 100% rekenen. Laten we het voorbeeld erbij pakken. Die inkoopprijs was 75% van de verkoopprijs. En die inkoopprijs is 90 cent. Nu willen we weten wat is de verkoopprijs van de flesje d'orange. Nou, we gaan eerst de factor even maken. Dat was het percentage delen door 100 is de factor. Dus 75 delen door 100 is een factor 0,75. En vervolgens gaan we die factor gebruiken om van die 90 cent terug te komen op de 100%. Dat doen we door het deel, de 90 cent, te delen door zijn factor. Die factor hoort bij dat deel. En dan komen we terug op het geheel. Dus we zeggen 90 cent
delen door 0,75 is 1,20 euro. Met die factor kunnen we ook boven de 100% rekenen, namelijk op dezelfde methode. We gaan met dezelfde getallen verder rekenen. En nu doen we weer percentage delen door 100 is factor, dat deden we net ook. 109% willen we graag weten, namelijk 100 plus 9%. Dus de factor is 1,09. Wat we nu gaan doen is, we gaan nu boven de 100%. Nu gaan we niet delen, maar nu gaan we juist keer doen. Dus nu zeggen we, het geheel keer de factor is het deel. Het geheel is 1,20, was een 100%. Keer de factor 1,09 is ons 1,31 euro. We hebben het gehad over percentages en promillages. En nu leerde je wat procent en promiel betekenen. Je kunt percentages en promillages berekenen met een verhoudingstabel, met een factor en met een deling. En je kunt heen en weer rekenen van en naar 100%. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen? Kijk dan vooral even op het YouTube kanaal van WiskWereld. Daar wordt alles op een haarfijne manier en heel mooi uitgelegd. Om te controleren of je leerdoelen ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken. Lukt het je niet of heb je andere vragen of opmerkingen, dan zie ik die graag terug in de reacties. Ik wil je bedanken voor je aandacht en tot de volgende keer.